Welkom bij deze video waarin ik je wat uitleg ga geven over de Creator Modus. Creator Modus is een mooie optie binnen je persoonlijke LinkedIn profiel waarmee je je eigen visuals, je eigen media en activiteiten meer zichtbaarheid geeft op je profiel. Ik ga uitleggen waar je de optie vindt, wat er verandert en vooral wat de voor- en nadelen ervan zijn. Je moet hiervoor naar je eigen profiel. En op het moment dat je in je profiel bent en je scrolt een beetje naar beneden, dan kom je op een gegeven moment je statistieken en je resources tegen. En bij resources zie je hem gelijk bovenaan staan en standaard staat hij op uit. Nou, op het moment dat hij uitstaat, dan zie je je infostuk en je uitgelicht bovenaan staan. Natuurlijk alleen als je die ook gevuld hebt. Daaronder komen je activiteiten. Je activiteiten zijn je laatste likes, je shares, je reacties. En daaronder komt dan de werkervaring en alle andere onderdelen die je gevuld hebt. Nou, de grootste verandering zit hem vooral in deze drie opties. De info, uitgelicht en activiteiten. En ik ga je laten zien hoe dat er dan uitziet en wat er nog meer verandert. We gaan daarvoor naar de creator modus. Je klikt erop, heel simpel. En op dat moment krijg je wat uitleg van LinkedIn. Nou, ik ken dat wel, dus klik op volgende. En bovenaan zie je dan gelijk de optie om maximaal 5 onderwerpen uit te lichten waar jij graag over spreekt op LinkedIn. Die onderwerpen worden dan hashtags gemaakt. Nou, daar hoef je zelf niet rekening mee te houden. LinkedIn doet dat voor jou. Dus ik zie soms wel eens dubbele hashtags staan in profielen. Doe dat niet. Ga niet zelf die hashtag ervoor zetten. En ja, kies onderwerpen waar jij dus graag over praat, die je vaak gebruikt in je bijdrage bijvoorbeeld. En ik laat zo meteen zien waar je deze dan terugvindt. Als je naar beneden scrolt, zie je dat je dan ook bij het activeren van de Creator Modus 2 tools erbij krijgt waar je toegang tot krijgt. Eerst is LinkedIn Live en dat is niks anders dan een streamingdienst waarmee je rechtstreeks op de tijdlijn uitzendingen kunt maken. Nou, leuk bijvoorbeeld voor interviews of dit soort video's waarin je uitleg geeft. En daaronder zie je nieuwsbrieven. Nou, die nieuwsbrieven die zijn hartstikke leuk als je artikelen schrijft op LinkedIn. Want op het moment dat je die nieuwsbrief activeert, kunnen mensen zich abonneren op die artikelen. Dat betekent dat iedere keer als jij iets publiceert, zij een melding krijgen. En dat is natuurlijk weer heel goed voor je zichtbaarheid en bereik. Ik klik op gereed. That's it. Meer hoef je niet te doen. Op dat moment is de creator modus geactiveerd. Nou, klik je het scherm weg. Hij staat nog steeds op uit, maar dat moet je even refreshen. En dan ga ik je laten zien wat er nou veranderd is. Als eerste zie je de 5 onderwerpen die je hebt uitgelicht, of maximaal 5. Kan natuurlijk ook 1, 2, 3 of 4 zijn. Die staan hier bovenaan. Beetje jammer dat je er niet op kan klikken. Dat hoop ik dat LinkedIn dat nog een keer gaat doen. En ik vind het ook niet zo heel netjes staan, dus ik hoop dat ze dat visueel nog eens een keer aanpassen, maar wel direct duidelijk waar jouw interesses liggen. Dan ga je naar beneden. Nou, dan kom je statistieken en resources nog steeds tegen. Die zijn natuurlijk alleen voor jezelf zichtbaar. En dan zie je dat info niet meer bovenaan staat, maar het onderdeel uitgelicht. Dus hiermee geef je al direct een boost aan jouw media, je foto's, je video's, je website. Je kunt hier natuurlijk heel veel mooie dingen in kwijt. Als je dan naar beneden scrolt, dan zie je daar je activiteiten staan. En die activiteiten is flink uitgebreid. Niet meer je laatste likes en reacties, maar alleen je eigen bijdragen worden hier nog getoond. Nou, natuurlijk ook wel goed voor je zichtbaarheid, want mensen kunnen hier ook nog steeds op reageren en liken. Ze kunnen nog steeds gewoon aanklikken. Dus wat dat betreft hou je gewoon ook wat langer vast. Op de tijdlijn is die op een gegeven moment ook een beetje weg. Je kunt die bijdragen natuurlijk ook uitlichten in je onderdeel uitgelicht, hè? Vind ik zelf altijd heel fijn. Als je dan naar beneden verder scrolt, zie je hem staan, de info, het infostuk. Je kunt dus zien dat die naar beneden geduwd is en dat dus tekst minder belangrijk wordt gevonden. En ja, daar moeten mensen dus wel een beetje naar zoeken. Nou, dan gaan we even terug naar boven, want dan is er nog een hele belangrijke aanpassing. Je ziet bij mij hier beschikbaar staan, alleen voor mijzelf zichtbaar. Dus op het moment dat ik naar iemand toe ga waar ik nog niet gelinkt mee ben, dan zie ik daar normaal gesproken connectie maken staan. Zou ik op meer klikken, kan ik ook kiezen voor volgen. Die twee opties bestaan sowieso al. En op het moment dat je de creator modus activeert, worden die twee opties omgedraaid. Dat betekent dat mensen dus volgen hier zien staan en voor connectie maken op meer moeten klikken. Nou, het verschil is dat op het moment dat je connectie bent, je ook eerst gratis netwerkconnectie wordt, waarmee je ook toegang krijgt tot bepaalde gegevens zoals contactgegevens. En je kunt elkaar bijvoorbeeld privéberichten sturen. Op het moment dat je elkaar alleen volgt, of dat diegene jou volgt, want je volgt dus niet direct terug,
Krijg je daar wel een melding trouwens van dat iemand je volgt. Maar die ziet dus alleen de bijdrage op de tijdlijn. Dat is het. De optie om het om te draaien bestond trouwens al in de instellingen. Dus vind je de hele creator modus niks en dat wel wat. Dan kan je dat in de instellingen sowieso ook nog altijd aanpassen. Nou, dat vind ik een hele belangrijke. Sta er ook even bij stil of je dat wil. LinkedIn draait natuurlijk eigenlijk om de connecties maken. Dus misschien vind je het helemaal niet leuk dat er alleen maar volgen staat. Ik zou zeggen, probeer het gewoon uit. Kijk of het inderdaad bij je past. Vind je het helemaal niks, dan ga je terug naar creator modus. En hier kun je heel eenvoudig de optie gewoon weer uitzetten. Als ik erop klik, dan naar beneden scrollen. En dan zie je daar ineens bijdragermodus, heet het dan, uitschakelen. En op het moment dat je dat doet, niks aan de hand, is alles weer gewoon als het oude. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik wens je veel succes tot de volgende video.